Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 4. Imola, geen sprint dit keer. Dat er in de vorige spel wel, maar nu dus niet. Goed verhaal. Staan dus 9e, 7 punten in totaal. De vorige wedstrijd verliep niet zo goed, kwamen daar veel snelheid tekort en haalden geen punten. Hopen dat dat dit keer wat anders kan, maar ik ben er ook bang voor omdat Imola ook een snelheidscircuit is. Maar goed, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 23 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. En heb je die vorige video gemist? Dan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje. Klik erop en zet die aflevering weer schijnen. Volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Er komen een aantal updates binnen, dus dat is heel goed om te zien. Spoedende tijd, gewoon eventjes door om te kijken wat er allemaal eraan zit te komen. Kalender is dus goed opgevuld. Wekelijks inkomen is ongeveer $600.000. Aantal updates weer van de betrouwbaarheid. En ook eentje van de aerodynamica is voltooid. Pirelli Hotlap doen wij dus niet. We hebben wat geld om misschien aan de faciliteiten te doen. En dat gaan we ook dus even besteden. We zijn het één en laatste team van de performance update. 2 van de aerodynamica en 1 van het chassis. Daar komt dus nu weer eentje bij. Dat we die net hebben besteld. Maken langzaam progressie. Pirelli Hotlap slaan we dus over. En dan is het tijd voor de kwalificatie. En kijken wat het gaat worden hier voor de grote prijs van Emilia Romagna. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. En kijken of wij ook door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Het gaat volgens mij lastig worden. Want ja, de topsnelheid is hier niet al te best. Dat hebben we ook al in Azerbeidzjan gezien. 336 km per uur. Eerste, tweede bocht nemen we heel erg goed. Einde van mijn eerste run in Q1. Op dit moment met beide sectoren in het groen. Een persoonlijke verbetering dus. Nergens het snelste van allemaal. Laatste bocht ook goed genomen. En dan is het hier DRS geopend. En dan komen wij tot een 7e tijd met een 1.18.229. Aanbeland bij het einde van Q1 op dit moment op een P20 voor Richard Verschoor, voor Nick de Vries. Dus onze beide landgenoten hebben wij wel mooi in de tang. Kijken of wij ook deze ronde ons kunnen verbeteren. Begint hier niet al te best. Daar over die broodjes, hier de auto kwijt en de tijd is ook helemaal weg. Dat betekent dat we deze ronde moeten afbreken. En dan is Perez sneller gegaan in Q1. Snelstijd voor hem. Wij dus gewoon op P20. 3000ste sneller dan Richard Verschoor. Dat is prima om te zien. Nu is het overleven. Want punten pakken gaan wij denk ik niet. Gewoon de race uitrijden. En is het, ja, kijken wat het dan gaat worden voor de grote prijs van Emilia Romagna. Start op een P20. En kijken wat het gaat worden. Daar gaan we dan. This place has gone by many titles. The Italian Grand Prix, the San Marino Grand Prix, and now it's the Emilia Romagna Grand Prix. Welcome to Grand Prix Sunday. A lap of Imola, anti-clockwise of course, unlike most Formula One circuits, will take our drivers round 3.1 miles of track. 19 turns, 9 right-handers and 10 left. Drivers will need to be precise at the hairpin turn 7, given the subsequent uphill section. Without a good exit from that corner, they'll lose a lot of time on that stretch. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. World champion Max Verstappen starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Sainz, Russell, Fernando Alonso, Norris, Ocon, Oscar Piastri, Gasly, Leclerc, Albon, Tsunoda, Magnussen, Joe, Bottas,
Hülkenberg, Stroll, De Professor, Richard Vershaw, De Vries, Richard Vershaw. That's it then. It's time to go racing as we head down trackside for today's race. With the Grand Prix nearly upon us, Anthony Davidson is by my side once again to offer his perspective. Now, can I get your take on Max Verstappen? And we welcome Anthony Davidson to the commentary box once again. And this driver had a great win last time out. Can they carry that momentum into this one? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. Okay, this is our engine supplier's home Grand Prix, which means there's a lot of very important people here behind the scenes. I'd love to give them a strong result to watch today, plus a good result might make my post-race meetings a little bit easier. Oh, echt? Dat had ik nog niet verwacht. Dat had u echt niet verwacht. Natuurlijk verwacht iedereen dat, maar goed. Ja, we kunnen niet zoveel, want de auto is nog niet goed. Dus dat snapt de engineer nou ook niet. Kijken wat we ervan kunnen gaan maken in deze grote prijs. Formatieronde voor de hoofdrace. Het dan op een P19. Okay, so let's go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though. Don't go too high with the revs. Nou, we moeten niet te hoog gaan met de revs, want de motor moet worden gekoeld. Interessant. Heel interessant. En als we zometeen de formatieronde voorbij zijn, dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 4 van F1 23 My Team Career Mode hier in Emilia-Romagna. Ferrari thuisland. Kijken of zij ook goed kunnen presteren. Kijken wat wij kunnen doen met de Ferrari motor in onze auto. Komen prima in de kit slot terecht. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 4 van F1 23 My Team Career Mode. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen prima van onze startpositie. Hülkenberg heeft een hele slechte start. En we zitten ook al gelijk te kijken bij Valtteri Bottas. Een beetje opgesloten hier tussen Lance Stroll en diezelfde Bottas. Verdedigen Hülkenberg een beetje af. Aan de buitenkant kijken bij Stroll. Dat is gelukt bij de Alfa Romeo's hier zij aan zij. Stroll probeert daar nog terug te komen. Alleen dat is niet gelukt. Zhou heeft Bottas te grazen genomen voor P15. En wij rijden op een P17. Prima openingsronde in deze grote prijs. Magnussen aan de buitenkant. En wij kijken hier aan de buitenkant bij Bottas. Meer snelheid meenemen. Lukt dat? Dat lukt maar net. Overtakenknop aangooien. En dat is P16. Goed gedaan. Goede openingsronde in de grote prijs. Volgens mij leidt Verstappen de wedstrijd. Zoals altijd. Onder nummer 4 is het. Als Verschoor in één keer achter ons is gekomen. En gaat ons onder druk zetten. Wij voelen dat en maken daar een foutje. En Verschoor hier op de exit aan de binnenkant. Maar er is geen ruimte. En hij moet even eieren voor zijn geld. En Bottas kijkt gelijk bij hem. Voor een aanval is ook gelukt. Valtteri Bottas naar P17. Verschoor dus naar P18. Wij zijn nog steeds op een 16e positie. Geen punten tot nu toe. Het zou jammer zijn. Onze tweede achtereenvolgende race. Dat we geen punten pakken. In de eerste twee races van deze My Team Career Mode pakten we punten. Daarna in Azerbeidzjan helaas niet. Het zou zonde zijn als we hier dus nu ook geen punten pakten. 2,1 seconde is het gat al naar Zhou. Dus daar moeten we voor oppassen. Hier volgt dan dat rechte stuk. Bottas is denk ik net te ver weg. Gat is 1,8. We hebben ook nauwelijks ERS meer over en we zitten in de vijfde ronde van de race. En daar maken we een foutje. Iets te veel over de curb, zo'n Stroll in één keer naar P17. Ronde nummer 6, als we het daar een beetje lastig krijgen bij die chicane. Verstappen leidt met een extreem groot gat, zie ik. Eenvoudige race voor de
verdedigend kampioen. Stroll zit aan de binnenkant te kijken. We knijpen hem daar af. En raken elkaar. Stroll met een volvleugel schade. Hulkenberg naar P17. Dan stuur ik ook wel extreem scherp naar binnen. Maar goed, dat doet de AI ook bij mij. Dus dan kunnen ze het gewoon terug verwachten. Nog steeds een 16e positie voor ons. Zhou inmiddels 5 seconden van ons weggereden. Dat gat gaan we denk ik niet meer dichtrijden. Verstappen heeft een extreem groot gat naar Charles Leclerc toe. Die onder druk staat van denk ik George Russell die nu naar P2 is. En Bottas is naar binnen geweest. Voor een nieuwe neus denk ik. Ronde nummer 7 is het. Als Sergeant naar P17 is gegaan. Pakt Richard Verschoor. Verschoor pakt Sergeant weer terug. Leuke battle, maar goed, het haalt allemaal niks uit. Ronde nummer 9 is het inmiddels. Als ik naar binnen duik voor mijn laatste pitstop van de dag. Logan Sargeant rijdt door. Nick de Vries rijdt door. Verschoor rijdt ook een ronde langer door. Bottas duikt dus met ons mee. Sorry, Bottas moet nog naar binnen volgens mij. Gat is 21 seconden. Kan het dat Bottas ook al naar binnen is geweest? En dat we nu proberen hem te overcutten als dat lukt. Pit exit wordt close. Wordt helemaal niet close. Bottas ons voorbij gepasseerd. Hulkenberg en Stroll zijn ons ook gepasseerd. P22 in onze handen nu. Niet al te best, maar goed, de jongens voor ons, oftewel Verschoor, moeten nog een keer naar binnen. Het gat is 24,8 seconden. Pitstop duurt hier ongeveer, denk ik, 30 seconden. 25 à 30 seconden, dat betekent dat Verschoor er ongeveer nu 3/10 voor zou gaan eindigen. Ronde nummer 12, als we even paars in sector 3 noteren. Zij aan zij gaan Hulkenberg en Lance Stroll. Stroll is Hulkenberg gepasseerd. Wij kijken gelijk mee. En doen daar een aanval. En dat is P19. Sergeant dus naar binnen gedoken. Nee. Verschoor naar binnen gedoken. Excuseer. En komt heel ver terug. En Verstappen is al in ronde nummer 13. Gaat zometeen ronde nummer 13 beginnen. Rijden dus bijna op een ronde achterstand. Maar goed, geen probleem. Moeten gewoon onze eigen wedstrijd rijden. Nog 10 rondes te gaan. Ronde nummer 13 is het als we even groen in sector 1 en 2 noteren. Stroll is hier de volgende. Slipstream. DRS aan de buitenkant. Er eenvoudig voorbij. Jazeker. En dat is P17. Mooie inhaalactie. Via de buitenkant. 17e plek. De grazen genomen. Nu op naar Valtteri Bottas en Zhou. Daar hebben wij Valtteri Bottas rijden en moeten zo meteen proberen om met die DRS hem er voorbij zien te gaan. Rijdt trouwens op de harde band. Dan is Bottas al naar binnen geweest. Maar goed, geen probleem. Wij hebben dus nu de versere set, de snellere set op onze auto gezet. En dan volgt nu dat DRS gedeelte. Overtakenknop kunnen we aangooien. Is niet per se nodig. Kijk maar, slipstream. En er hier naartoe rijden. Naar de buitenkant. Wel een touché met Bottas. Maar goed, geen probleem. Hebben geen schade. En Stroll is een plekje omhoog geschoven naar P17. Nog 7 rondes te gaan in de race. Positie nummer 16 dus. Nog steeds in handen van ons. Geen punten. Jammer, maar helaas. Nu is het gewoon verdedigen van Lance Stroll. Dit gebeurde dan met Valtteri Bottas zo net. Ging om P16 dus. Wij kijken aan de buitenkant. En ja. Stuurde weer wat scherp naar binnen. Alhoewel, Bottas moet daar gewoon niet zitten. Die moet daar gewoon eieren voor zijn geld kiezen. Alleen dat doet hij niet. Ronde nummer 19 is het inmiddels als Lance Stroll naar ons is toegereden. Gat is 14e en kan zo meteen aanvallen voor die positie. De motor heeft ook wat kuren, zie ik. Rechts in het midden zie je daar een oranje embleempje.
Stroll kan daar aanvallen? Nee, kan alleen maar kijken. Voor P16. Gat is een tiende. Wij gaan hier mooi de auto plaatsen. Stroll kan er niet langs. Wordt daar even afgeremd. Nog twee rondes te gaan. Nick de Vries rijdt op P18 en zit niet al te ver weg. Einde ronde nummer 20 is het inmiddels. Als Stroll dit keer wel de dichterop zit. En daar ons voorbij gaat voor P16. Hij probeert terug aan te vallen bij de Canadees. Lukt ook. Laten hem wijd gaan. En Nick de Vries profiteert mee. En is naar P17. Beide Red Bulls leiden een 1-2'tje. Ik denk dat Verstappen op P1 rijdt, Perez op P2. Maar Nick de Vries profiteert dus van de fout van Lance Stroll. En dus wordt het zometeen nog een Hollands knokpartijtje tussen mijzelf en Nick de Vries. Kijken wat hij nog kan op die harde banden in de Alfa Tauri. Herhaling dus wat er dus met Lance Stroll is gebeurd. Kijkt hier naar de buitenkant. Is er voorbij. Wij komen terug in de slipstream. En vallen hem hier weer terug aan. En laten hem echt helemaal wijd lopen. Daardoor kan Nick de Vries mee. En die binnensknik is voor hem. En zo is dat P17 voor de Vries. Laatste ronde loopt als de Vries hier misschien probeert aan te vallen. Kijk naar de buitenkant dit keer. Maar lukt net niet. En Stroll, ja, Stroll doet precies hetzelfde wat hij overkwam bij Nick de Vries. Terwijl Verstappen hier de race wint. We maken hier een fout. En gaan daar op het gras. Dat ziet dan Stroll. Kan hier misschien aanvallen. Nick de Vries kijkt ook geduldig mee. Om misschien een poging te doen om Lance Stroll te passeren. Maar dat lukt niet. Stroll wordt geblokkeerd. En Nick de Vries ziet dat. En hij profiteert weer van Lance Stroll. Nog een paar meters te gaan. Red Bull 1-2'tje. De Vries daar met een allerlaatste aanval aan de buitenkant. Lukt helaas niet. En nu wegrijden van de Friese coureur. Gaat dus al een seconde. Helaas stellen wij, ja, niet teleur. Maar goed, een neutrale race is het voor ons. Verstappen wint dus een wedstrijd. Alweer. Red Bull pakt alweer een overwinning in My Team Career. Want volgens mij is het nu 4 uit 4 voor de Oostenrijkse formatie. Wij komen thuis op een P16. Neutrale race. En is het op naar de volgende wedstrijd. Race. We'll see you in Parc Fermé. It was a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for Red Bull today. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Nou, hier benoemd is de uitslag van de wedstrijd. Max Verstappen wint de grote prijs van Emilia-Romagna met als snelste resultaatpunt vergroot hij zijn voorsprong. Perez naar P2 en Red Bull 1-2, dus Russell op het podium. Hamilton naar P4. Leclerc 5, Alonso 6, Sainz 7, Norris 8, Gasly 9 en Esteban Ocon op P10. Wij dus naar een P16. Score start P20, blijft P20. Eén uitvaller, Nico Hulkenberg dus. En ja, ik zei net, Verstappen vergroot voorsprong. Sorry, Verstappen verkleint zijn achterstand op Perez. Gat is 2 punten maar tussen die twee, dus dat wordt een beetje close. En kijken wat Horner kan met zijn rijders.
Goed, wij dus een eenvoudige, maar saaie wedstrijd gereden. Van P19 naar P16, 3 plekken gewonnen. Dat is al prima om te zien. Had al beter gekund, maar goed, de topsnelheid hebben wij gewoon niet. Geen probleem, er zijn nog voldoende wedstrijden en seizoenen te gaan. Team Acclaim is ook gewoon goed. Het team is nu level 8 volgens mij. Jazeker. Wij zijn level 5, Verschoren is level 7. Dat is ook goed om te zien. Helaas hebben wij geen sponsorgeld binnengekregen. We moesten een punt scoren, is niet gelukt. Wel hebben we $125.000 erbij. Vanwege het niet schaderijden van de auto. $1.18 miljoen op de bank. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, Bloton? Zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1-23 My Team Career content elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Dus schakel ook het tabelletje aan, zodat jij geen enkele race meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media, @GNNSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was de GNN mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.